Jij straft niet. Nee. En ik ben heel benieuwd wanneer jouw kind dan een grens aantikt. Of überhaupt een grens aantikt. En hoe jij daar dan strafloos op reageert. Nee, hij is wel echt van de extreme straffen. Dingen afpakken en gewoon echt weggeven aan andere kinderen. Dat soort dingen. Doe jij dat? Echt? Zo. Ach, schattig. Ja, ja. Ik ben eigenlijk wel te lief voor de kleine man. Hoorde ik ook wel van mijn ouders. Ik moet er denk ik nog echt in groeien. In het straffen en het... Ja, hij is ook nog wel jong, dus ik denk dat het sowieso nu wel moeilijk is om nu te gaan straffen. Ik ben vaak iemand die, laat maar zeggen, aangeeft van... Luister, je bent me nu aan het irriteren. Als je hiermee doorgaat, dan ga ik je naar je kamer sturen, want anders word ik heel boos. Ik heb eigenlijk nog nooit gestraft, want mijn dochter die doet eigenlijk niet zoveel stoute dingen. En 9 van 10 keer praat ik van, oké, niet doen en that's it. Wanneer heb ik voor het laatst gestraft? Ik heb nu toevallig, mijn zoontje heeft nu straf. Hij was niet zo gehoorzaam op school. Hij vond dat hij moest tegenspreken. En dat vind ik best wel een kwalijk iets, want op school ga je gewoon, je bent daar om te leren. Mijn probleem is gewoon dat ik lang boos blijf. Omdat ik de kinderen soms gewoon niet snap. Het zijn eigenlijk geen consequenties, nee. Ze heeft nog nooit bij mij zeg maar, de grens bereikt. Dus ja, hij heeft straf. En hoe? Ik heb zijn PlayStation afgepakt. Dus hij mag nu 2 weken niet op de PlayStation en ook geen telefoon. De een geeft een time-out en de ander dreigt met het afpakken van de PlayStation. Maar ik weet dat je met sommige mama's helemaal geen spelletjes moet spelen. In deze aflevering van Ouder Onderzoek bespreken we hoe effectief is eigenlijk billenkoek. Oftewel, straffen. De Safe Space, daar zitten we weer. Deze aflevering gaan we praten over consequenties. Hoe straffen we onze kinderen? En ik kijk meteen naar jou. Want jij straft niet. Nee. En ik ben heel benieuwd wanneer jouw kind dan een grens aantikt. En hoe jij daar dan strafloos op reageert. Ze heeft nog nooit iets geflikt thuis. Of op school, of op BSO turnen. Waarvan ik denk, oké, nu ga je te ver. Het enige wat zij af en toe doet is een bij de hand opmerking. En dan zeg ik, oké, klaar. Maar... That's it. Wat is bij de hand? Heb je nou gewoon een heel degelijk kind? Ja, ik heb echt een heel makkelijk kind. Maar wat zou voor jou de grens zijn dan? Als hij bijvoorbeeld als 8-jarig op de muur gaat tekenen, dan denk ik van ja, dan ben je gewoon te ver aan het gaan. Dat doet ze allemaal niet. Maar als ze een grote mond heeft of een opmerking, dan is dat dan zo, weet ik veel, is dat dan tegenspreken? Of is dat dan een bij de hand opmerking? Of met haar ogen draaien? Hoe? Ik ben gewoon heel benieuwd hoe bij de hand is bij jou thuis. Ja, ik kom er 1, 2, 3 niet echt op. Wat is bij de hand voor jou? Bij de hand? Ja. Je moet nu gaan douchen en dat ze zegt, oh, ik moet niet gaan douchen. Zo. Maar dan kijk ik haar gewoon aan en dan is het klaar. Dan gaat ze je napraten, zeg maar, een beetje op zo'n... Ja, een beetje op zo'n toon. Ja, op zo'n kinderachtige... Ja. Nou, kinderachtige manier, ze is een kind. Ja. Nou, dat is nou raar dat ze dat doet. Of zo. Ja, dan gaat ze me gewoon een beetje napraten, een beetje de clown uithangen. Maar dan kijk ik haar gewoon aan van... En dan is het klaar. Dan gaat ze naar boven en dan gaat ze douchen. Dus... Ik heb... Nou, heel fijn. Ik denk dat we allemaal blij zijn voor jou. Ja. We kunnen ook gewoon ruilen, een dag of zo. Of nee. Gewoon een hele kerstvakantie. Zomervakantie. Dus maar je hebt een tweede. Ja. En nu zeggen ze over de tweede, dat zijn echte bengels en die gaan je meer testen. Ik kan beamen, dat is in mijn geval zeker zo. Okay. Ja? Ja, dat deze gaan wel meedoen en misschien een kindje duwen of een ander kindje bijten of wat dan ook. Hoe, wat je zegt, ik geloof niet echt in straffen. Hoe ga je er dan mee om? Als mijn zoontje bijvoorbeeld een ander kindje zou duwen... Nou, dan zou ik wel even zeggen, oké, waarom doe je dat? En met hem in gesprek gaan, oké, is er wat gebeurd? Of waarom duw je een kindje? En stel je voor dat hij zou zeggen, ja, daar heb ik zin in. Dan zou ik denken, oké, dit is niet oké. Nu moet ik echt kijken, ja, hij is natuurlijk 1. Ja, maar hij is nu 1, ja. Dus hij zou nu duwen. Ga je dan in gesprek met een kind van 1? Want ik ben gewoon heel benieuwd hoe zo'n gesprek... Ja, eigenlijk wel. Dat mag niet, hè? Ja. Ja, maar precies, dat mag niet. Dat mag niet. Dat is kort en denk ik voor een kind logisch. De toon, de houding. Maar ga je dan ook echt zitten van, hé, waarom doe je dat nou eigenlijk? Nee, als hij 1 is niet. Maar als hij wat ouder is, ja, dan wel. Maar hij, maar met een kind van 1 zou je wel ingrijpen. Dat is meer mijn vraag. Ja, dat wel. Want je mag een kind niet duwen. Als je het zeg maar vanaf jongs af aan al aanleert van, je mag een kind niet duwen. Dan hoop ik dat hij dat meeneemt. Als hij ouder is. Ja. Snap je dat? Ik ben heel erg benieuwd hoe die tweede zich gaat ontwikkelen bij jou. Ja. En hoe dat straffen dan gaat ontwikkelen bij jou. Want ik geloof wel dat er
een keer een moment komt dat je het gevoel hebt van ik moet de consequentie opleggen, toch? Of zeg ik nou iets heel geks? Ik heb dat moment nog niet ervaren. Je moet er nog in groeien. Nee, dat kind moet iets doen en dan... Zij moet gewoon iets doen. Ja, maar je weet niet of er misschien altijd is gebeurt waarvan jij zou straffen. Ja. Maar als zij misschien zoiets heeft van, oh weet je, dat of prima, of ze, of ze doet het op een andere manier. Of zij vindt het niet straffen, maar misschien is het wel straffen. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Ja, ja. Straffen is echt, ik neem iets in, een mobiel, je mag geen scherm, je moet in de hoek. Maar dat gebeurt daar dus helemaal niet. Er komt ook geen moment dat ik denk, ik moet jou straffen, snap je? Dus... Ja. Nou ja, dus fijn voor jou. Dan ben je liever juist één. Ja. Is er al iets gebeurd dat je dacht, nou, dus even iets gril? Nou, ik vertelde het toevallig net als hij dan gegeten heeft en hij is dan klaar. Dan hebben we meestal afgesproken dat hij dan aan ons geeft en dat hij dan op is en klaar is. Maar ik kan dus ook hebben dat hij mij dan aan gaat kijken, het eten gaat pakken en het dan gewoon zo op de grond gooit. En dan zei ik al van, dan geef ik dus gewoon geen sugar, dan ga ik gewoon verder met eten. En dan denkt hij, oh, dat is dus niet grappig. Dus dan stop ik ermee. Negeren? Eigenlijk negeren. En dan meestal, want mijn moeder zegt heel vaak, niet doen, nee, echt niet doen. En dan gaat hij het nog 20 keer doen, want dan heeft hij zoiets van, oké, dit is de aandacht die ik wil. Dus ik ga hier gewoon mee verder. En ik heb gewoon zoiets van, ik kijk dan vaak en dan kijk ik gewoon weer weg. En dan merk ik gewoon aan hem dat hij denkt, oh oké, en ze vinden het dus niet interessant, dan stop ik er gewoon mee. Is dit een gevalletje, dit kind reageert hoe anderen reageren op iets? Want ik kan me voorstellen dat misschien aan deze kant, als een kind eten gooit van een bord, dat jullie niet gaan negeren. Ik weet niet, iets mijn gevoel zegt dat jullie anders zijn. Jij dat toch? Nee, ik ook niet. Zou je negeren? Nee. Hoe reageer jij? Nou ja, ik probeer wel echt te zeggen van mag niet en niet doen. En... Jij bent wel die geluid. Nee. Ja, ik wel. Kap daar nou dat deden wij ook eerst, maar bij ons werkte dat niet. Maar ik merk inderdaad wel wat zij zegt, als je negeert dat het wel werkt. Ja. Dat is wel zo, maar ik kan het niet. Maar uiteindelijk zeg je van het werkt wel, maar toch ga je er wat van zeggen. Dus hij gooit dan waarschijnlijk meer eten op de grond, dus je bent langer bezig. Ja, maar je moet toch opnieuw dweilen. Ja, ik ben toch al bezig. Nee, maar bijvoorbeeld stel, als ik nu kijk naar mezelf, dan Novi Jax die pakt dan een afstandsbediening, iets wat niet mag. Moet ik, hoe negeer ik? Want dan denk ik, als ik het dus negeer, dan gaat hij het niet dan terugleggen. Want hij ziet, ik word niet aangesproken erop, dus er is ruimte, dus ik mag hem pakken. Ja. Dus al die netten weer helemaal in de war en weet ik het al. Maar waarom doe je dan niet batterijtjes eruit? Nee, het gaat er niet om. Het gaat erom dat ze niet ermee moeten doen. Spelen. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dan kan ik ook maar ik denk dat elk kind er anders in is. Want de ene moet juist aangesproken worden. En de andere, zoals bij mij, dan kan je beter geen aandacht geven, want dan doet hij het niet. Dus ik denk dat elk kind daar wel... En jouw kind gaat straks dan een ander kindje gewoon zo pats op het gezicht. Nou, dan mag ik hopen van niet. Nee, maar gaan we dan negeren? Nee, dan gaan we het negeren. Maar dat is wel weer wat heftiger wat je echt bespreken moet maken. Met dat hij eten op de grond gooit, merk ik als wij het geen aandacht geven, dat hij dan ermee stopt. Ik kan jou vertellen, de toekomst is dan niet rooskleurig. Er gaan dingen gebeuren waarvan je denkt, dit hadden we gisteren ook al besproken. Ja. Kinderen gaan testen, ze gaan je grens opzoeken. En, kijk, in sommige gevallen zijn kinderen veel minder daarmee bezig. Ja. En in andere gevallen zijn ze heel erg aan het pushen en kijken. En ook letterlijk naar je kijken, met het handje gaan van, dit is het moment dat jij nu iets moet... Kinderen zijn heel verschillend. Ja, dat klopt. Maar je wordt een keer getest. Jij bent ook meer van het communiceren, zeg je? Ja. Maar ik vraag me af bij hele kleine kinderen, hoe ziet zo'n gesprek eruit dan? Nou, ik mag hopen op deze leeftijd dat hij geen ander kindje gaat slaan, toch? Dat is misschien toch later? Of gebeurt dit op deze leeftijd? Nee, het is echt niet later. Dat kan nee, ook, gebeurt het op deze leeftijd? Ja, kinderen bijten ook op de opvang en zo. Ja? Oh, dat heb ik, want ik heb dat nog nooit gehoord op de opvang. Hij is juist heel lief met andere kindjes. Dat is fijn voor jou. Wij moeten gewoon echt ruilen, denk ik allemaal. Wij zitten aan de wasselkant. Ja. Maar die van jou doet dat dus wel? Bijten, ja. Die heeft een periode even zijn tanden in kinderen gezet. Ja? Ja. Hoe oud was hij toen dan? Nou, dit was helemaal niet zo... dus recent. Nee, okay. Hij heeft echt... door de kinderdagverblijf zeiden ze, hij heeft vandaag een kindje gebeten. En dan schrik je, want je vindt het echt niet leuk. Je voelt je ongemakkelijk, je vindt het zielig voor dat kind. Helemaal zo, met een blauwe, zo'n bitje. Oh, dat is ook wel echt hard. Jawel, nee, wel gewoon doorbijten. En dus toen was het van, maar dat is een fase. Dus dat vond ik heel fijn dat zij mij dan wilde geruststellen. En ik heb begrepen dat bijt ook het is ook een vorm van affectie. Van, ik vind het zo leuk, of enthousiasme. Maar ook, ik kan me nog niet uiten, want ik doe nog niet aan gesprekken voeren. Dus, dat is even een manier. Ja. Ik dacht wel, doe het één keer bij mij. Ik ga natuurlijk niet als een rotweiler. Maar ik zou wel meteen ook terugbijten. Dacht ik. Gewoon even dat hij voelt van, dat is het. Ja, dat je hem gelijk gaat spiegelen eigenlijk. Want die van mij is echt bijtgraag ook. Ja. Maar heb je teruggebeten al? Ja. Wat was het effect?
Tot nu toe niet heel veel. Wil maar zo'n bijtcontest. Ja, ik probeer wel elke keer als hij het doet. Want als hij boos wordt, gaat hij ook bijten. Dat is zijn reactie, zeg maar, daarop. Yeah. Dus ik, dan bijt je terug. Ja, niet hard, maar gewoon wel. Gewoon, ja. Dat hij weet van, spiegelen, ik mag dit eigenlijk van, niet dit doen. Is wat ja, het doet pijn, zeg maar. Ja, oké. Ik doe niet pijn, maar... Jawel, hij mag het wel voelen. Ja, okay. Hij mag weten ja. wat het doet, ja. toch? Jij doet het ja, ook, maar hè? Ik moet je heel eerlijk ja. zeggen, als ik hem terugbijt, dan kijkt hij me aan en zo van, ja... En nu? Prima. Dus dan denk ik, heb ik nu te zacht geweest? Moet ik nog iets harder doen? En we kijken, hoe lang blijft mijn tanden nu in dat celletje zitten? Ja. Dus volgende keer moet ik dan iets harder doen. Want het is ook raar als je dan de hele tijd blijft bijten totdat hij een keer pijn heeft. Ja, terwijl het koken, het kind zo... Ja. Maar, het is, maar ik kan daar wel eens een beetje lastig in van hoe... Ik heb namelijk nooit iemand horen zeggen, moet je terugbijten? Want dan, het is meer een natuurlijke reactie waar ik denk, ik ga het zo doen. Ja. Dat is het toch eerder. Dus je denkt, ook ik zal het je even laten voelen. Maar vinden jullie, zouden jullie terugbijten? Als je kindje bijt? In jou? Het ligt je misschien ook een beetje aan denk de hoed, toch? Maar ik ben niet... natuurlijk sowieso vegan. Jij zou niet zo snel... Nee, maar ik zou dat niet doen, denk ik. Nee, ik ben sowieso veel te lief. Ik moet daar echt nog even gaan kijken wat ik dan doe. Jij hebt teruggebeten. Heb je sowieso wel eens commentaar gekregen op je manier van aanpakken van iemand? Ja, mijn partner vindt me soms wel te soft. Maar ik vind dat ik best wel hard ben, dus ja. Je partner vindt jou te soft? Ja. En je bijt terug? Ja. Wat doet je partner dan? Hoe straft hij? Nee, hij is wel echt van de extreme, extreme straffen. Want niet mishandelen of zo. Dingen afpakken en gewoon echt weggeven aan andere kinderen. Dat soort dingen. Wat een PlayStation of iets. Maar weggeven? Niet zo van, je mag even een weekje alleen? Nee, gewoon echt hebben weggeven. Gewoon. Ja, ja. Maar dat is zijn straf. Dus je luistert niet, dus die PlayStation gaat naar een ander kindje. Ja, niet om één keer niet luisteren. Maar als je dingen herhaaldelijk doet en je moet 50 keer iets zeggen, dan gaat het wel echt de andere kant op. En wat denk jij dan op dat moment? Ja, ik pak het niet zo aan. Dus ik ben het daar niet mee eens. Maar ik ga niet tegen hem in. Want dan denkt dat kind ook weer... Oh, dan kan ik het bij mama wel. Weet je? Nee, zo werkt het niet. Dat is wel goed. Ik ga wel met hem mee daarin. Zeker in het zicht van het kind moet je altijd wel proberen op één lijn te staan. Anders denkt hij echt, aha, ik zie hier de verdeling. Ik kan het, daar kunnen ze meer gebruik van maken. Ja. Maar heb jij dan achteraf wel het gesprek met je partner van... Ja, dat wel. Van, hé, dit is best wel duur zo'n Ja, dat is het er ook niet aan te denken. Wie gaat de nieuwe kopen? Maar nee, ja, dat wel. Ja. Maar ik respecteer wel zijn aanpak. Ik kan dat niet respecteren, zeg maar. Ja, goed. Zet jullie op een lijn wat betreft... Aanpakken. Ja, nou, ik zou denk ik wel s'avonds zeggen, die PlayStation ga je echt niet weggeven. Dit was een dreigementje. Ja. Ik snap je, maar die PlayStation blijft wel gewoon staan. Want je hebt natuurlijk oudere bonuskids, dus dat is die bijten niet meer, die zitten in andere... Wanneer zoeken zij de grens op en denk jij... Nou, die van 10 wel de hele dag. Ook, laat maar zeggen, het verschilt heel erg. Als zijn vader thuis is, dan weet hij ook inderdaad wel waar die mij... een beetje kan irriteren als ik dan op dat punt ben dat hij denkt, oh ja, nou, ik moet bij haar nu ophouden, dan ga ik bij mijn vader verder. Dus dat merk ik dan wel. Dus ja, die is daar nu wel heel erg naar op zoek, naar de grenzen. Want dat zijn natuurlijk jouw bonuskids. Ja. Laat jij soms, het is een vraag hoor, maar heb jij dan soms zoiets van, ik zal net zo hard optreden of het mijn eigen kind is, of mijn bonuskind. Kind is kind, wij zijn hier de ouders. Nou, in principe wel, maar ik denk toch dat je in je onderbewustzijn toch soms denkt van, ja... Ik laat hem het maar doen. Je bent misschien net even wat coulanter of zo. Net iets. Ja. Je straft wel, maar je gaat wel uitleggen waarom. Ja. Kijk, die oudste is 18, weet je. Ik ga niet meer tegen een jongen van 18 zeggen... Je mag niet meer op de PlayStation. Dit is gewoon, anders. Maar die jongen van 10 was 5. Daar ben ik toch wel een beetje ingegroeid, anders, zeg maar. Ja. Maar bij die jongen van 10, daar voel ik inderdaad... Want als ik aan hem vraag, waarom heb je dat gedaan? Zegt hij, weet ik niet. Dan denk ik, oké, dan weet ik het ook niet. Ja, dan bijt ik hem. Ja. Iedereen wordt gebeten bij jullie. Ja. Ja. Geef mensen dan het muilkorf naar elkaar. Mijn tweede is in mijn optiek een stuk meer aan het testen dan wat Frankie Dean deed. En dus ik ben ook een soort van in de war van, want je gaat toch een beetje onbewust vergelijken, merk ik met een tweede. Van dat deed de eerste helemaal niet. Maar Novi is naast dat hij een fase heeft... wat nu afzwakt wat betreft bijten, heeft ook een slaan motion. En dat is gewoon zomaar, hè? Je hebt hem vast en dan praat je met iemand of zo. En dan krijg je in één keer zo'n tik op je hoofd. En dan pak ik dan zijn hand vast van niet doen. Ik ga dat niet negeren. Nee, ik ga meteen wel... En hij kan ook andere kindjes slaan.
En ik weet niet of iemand... Wat is jouw advies? Wat moet ik doen? Nou, ik zou ook niet negeren dan. Maar nee. Doet hij dat dan uit boosheid ook? Of is het gewoon van... Soms uit boosheid, maar ja, soms totaal zonder aanleiding. Je hebt mij het bed gepakt, ochtends, je zet hem bij jou in het grote bed. Want leuk, nog even samen een beetje kroelen. Ja. Is hij niet van... En dan doet hij gewoon zo pats op je hoofd. Het is anderhalf, dus ik kan ook niet zeggen van... Hey, waarom doe je dit? En een gesprek aangaan. Op ooghoogte leggen. Nee, dat hele pedagogische heb ik het idee dat dat niet daar nog niet werkt. Nee. Maar we krijgen gewoon tikken. We worden gewoon gesmekt. Ja, ik geef tik terug. Ja. Dank je dat je het zegt. Hier durf ik het ook te bekennen. Ja, ik heb daar niks... Ik ga daar niet over liegen. Als ik een tik krijg, krijg je die ook terug. En doe je dan zo op het handje, zo pas? Ja. Ja, toch? Ja. Right. Zeker. Nice. Ik heb ze ook gekregen en ik ben er nog steeds dus. Ja. Maar ja, in onze cultuur is dat helemaal niks ernstigs of zo, hoor. Niet eens onze cultuur, want ik zie ook gewoon, ja... Ja, ik heb allemaal mensen in cultuur, de supermarkt. Ik slam ook terug. Ja. En ik heb vroeger ook wel eens een tik gehad. Ja. Dat bedoel ik. Je bent er nog steeds, toch? Ik bedoel, ik wel. Maar... Sommige mensen vinden het echt een fobie of zo, maar ik echt niet. Het idee dat ik jou gewoon een tik terug moet geven, want het mag gewoon niet. Ik haak je meteen op in, want de stelling van deze aflevering is... Ik geef mijn kind soms een corrigerende tik als het nodig is. En dat gebeurt aan deze kant wel. En jullie hebben het zelf ook gehad. Ja. En jullie zien daar geen kwaad in. Nee. En jullie denken misschien anders. Ja. Hoe anders is anders? Ik heb het niet gehad. En ik denk... Ik hoop dat ik het niet hoef toe te passen. Wat vind je ervan als andere ouders het doen? Ja, dan ga ik niet inspringen. Oh, dat mag niet. Ja, wie ben ik nou weer? Ja. Nee, oké. Ja, ik ga niet in de supermarkt tegen iemand zeggen die zijn kind moet opvoeden. How dare you? Nee, dan krijg je zelf ook een tik. Ja, precies. Ja. Dat kan helemaal misgaan. Hoe sta jij erin? Je bent best wel lief. Dat heb je al een paar keer gezegd. Dus... Ik zou mijn kind niet geen tik geven. Nee, dat sta ik niet achter. Maar als andere mensen doen, ze natuurlijk zelf weten. Ik ga me daar niet mee bemoeien. Maar zelf bij mij thuis zal dat niet gebeuren. Jij bent vroeger ook, heb nog nooit een tik gehad. Ik heb wel eens een tik gehad, niet vaak, maar wel eens gehad, ja. Maar ik zou het zelf, ik voel me daar niet prettig bij. Waarom niet? Ja, ik weet niet, ik ben daar denk ik toch wat gevoeliger in. Mijn moeder zegt bijvoorbeeld ook wel eens, als hij echt een beetje aan het miepen is, is hij niet zo te piepen en dit, dat, ja, daar kan ik al heel slecht tegen. Want dan denk ik, hij zit niet te piepen, hij vraagt nu gewoon misschien aandacht. En dan, ik geef me daar heel snel aan over. Je bent echt heel lief. Maar mag ik even? Ja, ik ben misschien een beetje te lief, Dus als jullie kinderen bijvoorbeeld iets doen... Mm-hmm. Wanneer geef je dan een tik? Wat is dan zeg maar het moment dat jou triggert van ik ga jou nu een tik geven? Als hij mij een klap in mijn gezicht geeft, dat vind ik echt ver gaan. Dan pak ik zijn hand en dan geef ik hem een tik op zijn vinger. Maar bijvoorbeeld zelf waar hij doet, hij slaat je niet, hij doet gewoon iets stouts. Of hij zei... Nee, ik heb dus eentje van 2 en eentje van 1. Ja. Dus als ik zie van die van 2, die duwt die van 1. Ja. Je weet echt wel wanneer het duwen gemeend is, ik duw jou uit gemeenheid. Dan vind ik dat jij een tik verdient. Okay, en waar maar... geef je die tik dan? Oh, sorry. Ik geef hem gewoon een volle vuist. Nee. Wat dus wel een bijzonder feitje is, wat ik hier eventjes wil benoemen, is dat uit onderzoek, en ik vraag me altijd af welke professor heeft dit bepaald, maar dat straffen niet leidt tot positief gedragsverandering. Hè? Enkel positief gedrag belonen zal op de termijn werken. Mm-hmm. Ik kan me niet voor... jij zegt klopt. Ja, ik heb dat ook gelezen. Oké. Ik kon net zeggen, oké, dus 1, heb jij ervaring. Maar ik vind dat zelf... Ik kan het moeilijk verteren, want dan denk ik... Hè? Als hij dan, stel, met zo'n stift langs de muren gaat... wil ik wel heel... dit mag niet, nee. Eventjes pakken en misschien gaan we even zitten. Mag niet. En natuurlijk, ik zie het zo voor me dat Novi dit een keer gaat doen. Ik hoop het niet, klopt het af. Ik heb straks allemaal nieuwe meubels. Maar dan zie ik hem al zitten en een beetje zo'n pruilipje en gaan huilen. En dan denk ik, dit valt dus onder straffen. En dit zou dus niet goed zijn. En dan denk ik... Wat moet je dan doen? Maar ik denk dat een kindje, dat heb ik dus ook gelezen, dat... Dus ze hebben bewezen dat als een kindje tussen de 0 en 2 jaar is, dat ze dus heel veel aandacht van hun moeder willen om te kijken of ze het goed doen. Dus als ze bijvoorbeeld heel veel gestraft worden, dan krijgen ze elke keer een dunk in hun zelfvertrouwen. Om het even zo te zeggen van oké, ik moet me dus nog meer gaan bewijzen, want ik doe het dus niet goed. En dan kunnen ze dus vaak doorpakken als ze gestraft worden van oké, ik doe het dus niet goed. Dus dan ga ik nog meer aandacht proberen te vragen, want dan... heb ik er wel voor mezelf, om het even zo te zeggen. Begrijpen jullie het nu iets meer? Ik hoor je, ik ben daar heel... Sorry. Nee. Ik ook niet, want ik ben daar heel benieuwd wat er met het kind gebeurt.
als je helemaal niet straft. Nee, oké, maar toen niet doen, niet zomaar dat je niet straft, maar ik denk daar komt het vandaan, dat bedoel ik. Dus ja, want je geeft aan, dus het goede gedrag beloont, maar ik geloof er heilig in dat die twee hand in hand gaat. Jij geeft je broertje of een kindje een tik, ik corrigeer je. Ik vraag aan jou, wil je dat aangeven? Even opruimen. Ik beloon mijn kind. Ja, ik vind dat dat samen gaat. Ja. Maar ik denk dat sommige ouders, daar praat ik nog niet voor jullie, maar dat belonen weglaten en dus alleen dat straffen doen. En dat het dan dus een negatief effect heeft. Heb je wel eens, stel zou in de supermarkt gebeuren. Ga je dan denken van, oeh, publiek? Nee. Je kind gaat rollen op de grond. Ja, ja, dan loop ik denk ik door. Ik zou zeker in de eerste instantie, laat maar zeggen van, doe normaal, we gaan de winkel uit bijvoorbeeld. Je krijgt dat ei gewoon niet. Surprise ei. Mm-hmm, ja, kort. Maar als hij dan blijft liggen, dan zeg ik ook prima. Mama gaat gewoon verder boodschappen doen. En als ik thuis ben ik thuis. Ik ga natuurlijk niet echt naar huis, maar nee. Ik bluf gewoon een beetje. Ik ben niet echt van de onderzoekjes en dingen die eruit komen. Maar ik vond deze wel interessant. Want uit een onderzoek aan de Harvard University zou komen dat ingrijpen, fysiek, hetzelfde bij een kind in de bovenkamer overkomt als een echte goede afranseling. Dus als ik je zo pak van, en nu is het klaar, voor een kind is dat net zo heftig als, ik krijg met de riem, dash. Ik vond dat moeilijk te geloven. Dat vind ik ook moeilijk om te geloven. Ik denk dat het te maken heeft met de stressreactie wat je lichaam ervaart. Dat is hetzelfde als jij een trauma hebt meegemaakt 10 jaar geleden, en je denkt er zeg maar over na, bijvoorbeeld nu, van ik heb een auto-ongeluk gehad en je gaat er nu over nadenken, dan krijgt jouw lichaam precies dezelfde herbeleving als op dat moment zelf. En dat is dus die stressreactie wat je dus aanwakkert. Ja, maar dat kind heeft nooit een trauma opgelopen, want je bent gewoon vervelend en je krijgt dus dat surprise-eid niet. En ik pak jou nu van nee, terugleggen. Ja, maar dat is dus de stressreactie die je dan activeert. Wat dus dan... Maar die was er nooit. Nee, oké, maar het heeft niet te maken met het verleden, zeg maar gewoon op dat moment. Dat het lichaam daar dus een reactie op geeft. En jij gelooft dat die meter net zo hoog aanslaat dan als dat kind echt een goede... Ja, nee, niet jij, maar dat je dat zei. Met die vuist. Jeugdzorg, kijk, weet je. Ik geloof daar wel in, ja. Jij gelooft daar echt in. Ja. Dus eigenlijk geloof jij dat de kinderen die wel een corrigerende tik krijgen, dus zo'n hoge stresslevel al bereikt hebben... Ja. Sorry. Ja, toch? Dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. En geloof je ook dat die kids later anders naar... überhaupt geweld anders zien. Misschien gaan toepassen. Omdat ze af en toe gegrepen zijn. Je gaat in niet rollen. En... Ik denk wel dat dat effect heeft op hoe ze later zijn, ja. Dat denk ik. Maar dat is mijn mening, ja. Hè? Dat is hoe ik erin sta. Ja. Vandaar dat ik dus ook mijn zoontje op een andere manier daardoor opvoed. Maar jij denkt het van wel. En jij denkt dus dat dan een kind wat me zou kunnen... Ja, ik weet niet, het kan verschillend zijn. Aan de ene kant of door overdragen dat hij dan ook tikken gaat geven, omdat het dan ook misschien een soort van trigger is. En het kan misschien ook te maken hebben met zelfverzekerdheid, dat ze daardoor dus minder zelfverzekerd zijn. Of zich minder... Ja, ik weet niet helemaal goed hoe ik het moet onderbouwen. Je denkt dat het maar effect heeft. Ik denk dat het effect heeft, ja. Jij denkt van niet? Nee, want als ik kijk naar mijn familie, er zijn een aantal kinderen die tikken hebben gekregen en ik heb bijvoorbeeld geen tikken gekregen, maar... Ik zie daar niet, we zijn niet zeg maar heel verschillend in bepaalde dingen. Ik denk dat het ook wel verschilt per kind. Kijk, één kindje is gevoeliger dan een ander bijvoorbeeld. Dus heftiger ervaren dan een kindje die gewoon al wat meer pit heeft. Ik geloof ook dat opvoeden begint bij dag 1. Ja. Ik geloof echt dat corrigeren effect heeft op als ze straks 3, 4, 5, 6, 7 van... Ik weet precies wat wel niet kan, want dat is me meegegeven. Net zoals dat je iets geeft aan je kindje. Zegt dankjewel dat je het kindje... Hij zegt het niet, maar het is een soort van toch zo... Ja. Dat geloof ik wel. En ik denk dat straffen, corrigeren daar echt een onderdeel in is. Maar dat is duidelijk heel erg verschillend in de kring. Kijkertjes thuis. Er zitten veel mama's, papa's, ouders mee het koekeloeren. De stelling van de week is dus... Een corrigerende tik... Kan wel of kan niet. Barst los in de comments. We zijn heel benieuwd, want we kunnen ook leren van anderen. Ja, slaatechnieken. Nee, dat is niet waar. Maar laat weten hoe jij dat doet. Wij hebben ook bekende mama's die iets gezegd hebben of gedaan hebben waar wij lekker op gaan spitten. En deze aflevering is dat van Monica Geuze. De vlogkoningin heeft gezegd, mijn ouders waren altijd heel streng. Dat ga ik anders doen. Ik zal altijd verantwoording naar mijn kind afleggen, dus niet... op de ik ben ouder, dus je moet maar gewoon naar mij luisteren manier. Maar perspectief bieden. Ja. 100% mee eens. Ja. Heel de tijd uitleggen waarom, nee, daar ben ik helemaal niet van. Als je iets niet mag doen, dan doe je het gewoon niet. En waarom die dat dan niet mag, ja, dat snapt hij denk ik wel. Nee, want ik denk dat onderbouwen juist heel goed is. Precies. Je kan, maar het wordt zo'n lang verhaal voor dat kind.
Kan het niet beknopt dan? Ja, ik denk dan, bijvoorbeeld als ik zie dat een kind iets doet en die moeder gaat op de hurk zitten en die zegt, dat mag je niet doen. Snap je waarom je dat niet mag doen? Want ja, als je dat doet, dan denk ik, dit is toch heel verwarrend voor dat kind. Is dit niet leeftijd gerelateerd dan? Ja, ik denk dat het wel leeftijd gerelateerd is. Want ik heb nu tegen mijn zoontje en die snapt natuurlijk de bal niet van. Maar ik denk als je later ze groter zijn, dat het wel fijn is om het te onderbouwen. Ja. Nou, ik denk dat dat dan misschien ook per kind verschilt. Als ik kijk naar mijn neefje bijvoorbeeld, die is echt een boef. En mijn zusje die vindt ook dat ze alles een soort van moet uitleggen. Terwijl ik denk dat die jongen dat verhaal al lang kwijt is op het moment. Want hij is al bezig met zijn Lego. Dus dan zit mijn zusje tegen hem. Ja, dat mag je niet doen, want... Ja, en hij is met zijn Lego aan het spelen, dus ja. Maar dan moet ze hem even apart nemen. Dat gewoon even het één op één moment, zodat hij geen afleiding heeft. Ja, dat is dat pedagogische. Ja, ik heb daar... Daar kan ik Ik vind, je kan het één keer doen, maar dat that's it. We gaan het niet elke keer uitleggen. Elke keer uitleggen. Nee, oké, 10 keer per dag, dat hoef je natuurlijk niet 10 keer uit te leggen. Nee, maar ik doe ook niet elke week, snap je? Je moet gewoon weten op een gegeven moment van het is klaar. Ik vind dat op een bepaalde leeftijd een lange uitleg, denk ik, niet effectief is. Probeer het zo kort mogelijk te houden hoe jong het kind is. Want ik weet zelf de spanningsboog. Ik kan iets aan Frankie Dean uitleggen. Hey mam, whatever. Het gaat nu over voetbal. Wie speelt vanavond tegen wie? En dat vraagt dan zijn vader. Zijn vader zegt, oh, die Chelsea tegen Manchester. En hij zegt, ja, dus wie? Dan denk ik, hè? Ja. Dus je merkt ook dat, en dat is een kind, per kind verschillend. Het gaat er hierin en het gaat er daar weer uit. Dat zijn de oudere kids bij jullie thuis, zijn jouw bonuskinderen. Heb je dat dan ook daar? Ja, eigenlijk wel. Als wij duidelijke afspraken hebben gemaakt en daar houden ze zich niet aan, ja, dan zeg ik dat. Zij begrijpen echt wel waarom zij iets niet mogen pikken of zo. Dus als dat dan zou... Dat hebben ze nog gelukkig nog niet gedaan. Maar als ze dat dan zouden doen, zou ik dat niet rustig uitleggen. Ik zou ook aan die politieagent vragen ze een uurtje lang op het politiebureau mogen blijven zitten. Ja, meer tijd voor jezelf. Ja, precies. De volgende uitspraak van de bekende mama is van Jolante Cabau en zij zegt: wat ik wens voor mijn kind is dat het opgroeit zonder angst. Angst is voor ieder kind het ergste en vrijheid is het mooiste. Als ik iets voor onze kinderen wens, is het wel dat ze zich enkel zorgen maken om de gewone dingen. Is mijn huiswerk af, heb ik mijn boterhammen bij me. Eens. Eens. Ja. Toch? Ja. Kunnen we wel zeggen, angstvrij. Ja, ik vind dat kinderen gewoon tot een bepaalde leeftijd gewoon lekker zorgeloos moeten leven. Ja, zeker. Ze moet gewoon kind zijn. Ja, ze moet gewoon kind zijn. Ze moet ook kind zijn. Maar wel luisteren. Anders moet je wel bang voor zijn. Ja. Maar dan heb ik toch eventjes hier een kritische toevoegingetje. Want de wereld is een gemene donkere plek. Jouw dochter speelt buiten, jij hebt ook oudere kids. Je gaat op een keer wel een beetje iets uit willen leggen over de gevaren van de wereld. Of het nou is van goed kijken met oversteken of niet met iedereen meegaan. Want lollies, puppies in de achterbak, dat is allemaal, dat is niet waar. Ja. Dus dat is, ik zie dat wel als een klein beetje soms, ik wil niet zeggen angst inboezemen, maar wel mijn zorgen uitspreken. Maar vooral ook ze laten beseffen dat de wereld niet alleen maar mijlen de ponies en gekleurde pandaweertjes zijn. Ja, zelfs die zijn niet zo. Ja, die bijten ook gewoon. Maar snap je? Ik vind, maar dat valt denk ik onder de categorie angst, toch? Ja, dat denk ik ook. Zeker waar. Moeilijk. Heb jij het gesprek al gevoerd van dus? Ja, je probeert het eigenlijk gewoon een beetje te behoeden eigenlijk. Ja. Ja, ik zeg wel tegen mijn zoontje ook van, weet je, als er iemand, ook als het op school aan je zit of zo, praat met me. Want ik wil het wel gewoon weten. Ja. Weet je, dat vind ik belangrijk. En jij gaat met niemand mee. Je pakt nergens niks aan. Dat vind ik ook gewoon een no-go. Ook al ben je aan het spelen buiten en de buurvrouw zegt, hier heb je een snoepje, ik wil het niet. Ja, ik heb ook nog gezegd, als je het dan echt heel graag wil, dan kom je het eerst even vragen. Ja, precies, dat. Ik was vroeger wel, tenminste, ik, godzijdank is er niks gebeurd, maar ik ging ook een keer helpen met een man naar zijn puppy zoeken. Want die was die kwijt. Dus ik ging wel naar mijn moeder om te zeggen, oh mam, die man is zijn puppy kwijt. Ik ga hem even zoeken. Toen zei mijn moeder, nee hoor, blijf maar gewoon binnen. Jij gaat echt wat doen. Eng. Ja, die man zat ook, laat maar zeggen, aan de overkant op de hoek op mij te wachten, zeg maar. Dus mijn moeder zegt, als die man graag met jou zijn puppy wil zoeken, dan was hij wel even meekomen lopen naar de deur. Zo eng. Wat dus eng. Ik krijg helemaal kippenvel. Ja. We waren het er eerst mee eens. Zorgeloos bestaan voor ons kind. Geen stress. Maar als er dan een angst mag zijn, toch wel misschien voor de slechte dingen in de wereld. Ja. Een beetje angst is goed. Nou, ik heb heel veel geleerd. Heb jij nog iets geleerd? Ja, ik moet misschien iets minder soft worden, maar ik denk dat ik daar gewoon nog in moet groeien. Het is mijn eerste, ik ben zelf heel gevoelig, dus ik denk dat ik gewoon op het moment dat bepaalde dingen gebeuren, dat ik dan misschien toch anders zou handelen zoals zij misschien handelen. Maar ik denk dat ik daar, dat ik dat nog tegen moet komen. Heb jij iets gehoord waarvan je denkt, oh, dit switch it up, mijn eigen
manier? Nee, of nee. Straffen, nee. Nee. Gewoon deze voet door. Ja, gewoon straight. Gewoon. Ja. Blijf bij mijn standpunt. Nou, ik vind het wel heel knap hoe jij kan vertellen hoe rustig je altijd maar kan blijven, zeg maar. Ja. Misschien komt het, ik weet het niet. Ik heb natuurlijk ook al die 3 bonus, dus er is best wel veel druk in huis. En als hij dan zijn eten naast ze, dan denk ik wel van... En dan zeg ik, leef je niet doen. Ik vind het knap dat jij dat kan negeren. Ga je iets meenemen hieruit, wat je denkt, ga ik anders doen? Of iets wat mis is bijgebleven? Nee. Nogmaals, die corrigerende tik, ja, daar ben ik gewoon niet van. En nogmaals, ik hoop niet dat ik ooit op het punt kom dat ik dat moet toepassen. Maar voor de rest, iedereen moet doen wat goed bij hen past. Nou, thanks voor de openhartigheid, de verhalen, de lessen. Het was hem weer voor vandaag, oude rondje. Nou, zwaai maar even naar de kindjes thuis. Maar je moet niet denken dat iedereen, zodra jij een rijbewijs hebt, een Lamborghini kan kopen voor zichzelf. Dat vind ik met deze tijd wel lastig. Dat ik die verwachting een beetje moet bijschaven soms.